stel u zelf voor in exact 30 seconden ik ben Klaas Slootmans uit Beersel ik ben al 10 jaar woordvoerder voor het Vlaams Belang en op 26 mei trek ik de lijst voor het Vlaams parlement, voor het Vlaams belang in vlaams brabant Mijn Vlaamse reflex die heb ik eigenlijk van thuis uit meegekregen. En ik ben ook naar school geweest in Brussel. Ik heb mijn universitaire studies gedaan in Brussel. En ik werd daar al snel geconfronteerd met de, laat ons maar zeggen, minder vrije kanten van de multiculturele samenleving. En voor mij was de stap naar het Vlaams belang dan ook een evidente stap. Een stap die ik vandaag nog altijd trouw blijf en die een missie is geworden in mijn leven. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk al twintig jaar geleden in die politieke strijd gestapt, toen ik vijftien jaar was. Ik ben naar school gegaan in Brussel, ik heb mijn universitaire studies gedaan in Brussel en ik heb daar eigenlijk altijd de minder fraaie kanten gezien van de, de multiculturele samenleving. En dan heb ik ook die stap gezet naar het toenmalige. Vlaams Blok, maar als ik specifiek op uw, op uw vraag moet antwoorden waarom ik in die politieke strijd stap, laat mij één zaak noemen, wel, ik denk dat de Belgische structuur van acht parlementen, zeven regeringen, 500 parlementsleden, bijna 60 ministers en staatssecretarissen eigenlijk tot een onwerkbare kluwe leidt, waardoor dat eigenlijk geen bestuursefficiëntie meer is. Ik ben van mening dat eigenlijk elk volk recht heeft op een eigen staat, op vrijheid, op Autonomie met homogene bevoegdheden en dat hebben we vandaag niet. Ik zou graag hebben dat de Vlamingen baas zijn over hun eigen land, over hun eigen fiscaliteit, over hun eigen sociale zekerheid. Dat is een van de redenen waarom ik in die politieke strijd stap. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote van een passage van Willem Elschots uit het befaamde. Uh, Bormsgedicht. Het is een heel bekende quote in de Vlaamse beweging en ze luidt als volgt: Weet nu dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stammelend bidt en bedelt bij de poort. En eigenlijk zitten daar een aantal boodschappen in. Het is enerzijds een boodschap dat je in het leven niet altijd krijgt waar je recht op hebt als je er maar geduldig op wacht. Uh, we moeten niet als misdienaars denken dat alles ons zomaar in de schoot zal worden geworpen. Ik denk dat de, de syndicale beweging, de sociale beweging, daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van is. Zonder de vechtlust en de, de revolutiekracht van de syndicale, de sociale beweging, hadden wij vandaag geen zondagsrust, zouden er nog kinderarbeid zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal verworvenheden die dat we hebben gekregen of waarvoor waar, waar, waar we gestreden hebben. Uh, en die ons dus niet zomaar in de schoot zijn geworpen. Maar ook dit Vlaams parlement waar we vandaag te gast zijn, is het gevolg van een strijd van de Vlaamse beweging. Van een autonomiegedachte uh, die ons helemaal niet uh, gegeven is. Maar anderzijds zit er ook een, dus zeker en vast een Vlaams gezinde boodschap in. Willem Melschot was ook een Vlamingant waarmee hij eigenlijk die onterechte Vlaamse kneuterigheid, die onderdanigheid, die katholieke slaafsheid haast, dat hij eigenlijk aan volksverheffing wou doen en, en zeggen van jullie moeten niet wachten, het gaat jullie niet gegeven worden, je zal ervoor moeten strijden. En in die zin zat er ook een, een Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte in die ik vandaag nog altijd koester. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik ben niet de man van de grote idolen, maar ik zou liegen dat ik in der tijd niet begeesterd was door iemand als Filip de Winter. Ik herinner mij hoe ik in tegenstelling tot mijn leeftijdsgenoten, die meer naar de voetbal uh, keken of naar de koers, zat ik thuis op mijn kamer met mijn buurjongen en naar de zevende dag, naar de eeuwige strijd van Marlene de Wouters, u kent het misschien nog, uh, of naar stoelendans uh, te kijken. En dat konden wij honderd keer herbekijken en herbekijken. Ik kreeg maar zo een debat tussen Philip de Winter en Bert Anciot, waarbij Philip de Winter de zakdoek boven haalde ten aanzien van Bert Anciot. Dat hebben wij honderden keren herbekeken en herbekeken, tot je op de duur eigenlijk de video niet meer kon zien, want er begonnen wazige toestanden in beeld te komen omdat die band gewoon kapot was gespeeld. Op mijn kamer hongen ook affiches van Philip de Winter bij mijn leeftijdsgenoten. Was dat Michael Jackson of Avril Lavigne of Nirvana? En bij mij hong uh, die man overal in de kamer. Dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat die man mij niet begeesterd heeft. Dat was voor mij ook een messias die eigenlijk in zekere zin zei datgene wat heel veel mensen stiltjes dachten, maar niet luidop durfde te verwoorden. Dus ik zou, ik moet zeker, Philip de Winter antwoord als een van de meest begeesterde figuren uit uh, mijn politieke kiemperiode, als ik het zo mag zeggen. Wat zijn uw politieke interesses? Oh, ik heb eigenlijk heel veel politieke interesses: arbeidsmarktbeleid, onderwijs, Vlaams Rand. Uh, Vlaams Rand is voor mij uh, iets wat me heel na aan het hart ligt. Ik ben afkomstig uit Beerseldorp. En ik heb heel, uh, gans mijn leven eigenlijk, al die, die evolutie uh, in die Vlaamse rand heel snel zien veranderen. Het tempo waarmee onze streek internationaliseert, verfransd, verstedelijkt, is eigenlijk ongezien in de geschiedenis. En ik denk ook dat we moeten het in een breder beeld gaan bekijken. Mensen moeten heel goed weten wat er zich momenteel aan het manifesteren is. Immigratie is het absolute maatschappelijke vraagstuk van de 21ste eeuw. Afrika telt vandaag 1,1, 1,2 miljard inwoners. Uh, de VN geeft aan dat dat in de komende jaren gaat oplopen tot 2,5 tot miljard. En in 2100 zelfs naar 4,5 miljard. En ontwikkelingseconomen zoals Paul Collier, die niet bepaald kunnen verdacht worden van rechtse sympathieën, die voorspellen uh, dat ongeveer 50 à 60 procent... Van die bevolking naar Europa en vooral naar West-Europa zal willen komen. Europa is vandaag een continent van zo'n 750 miljoen mensen. West-Europa een goede 300, 400 miljoen mensen. Als die mensen allemaal naar hier komen, dan betekent dat dat ons continent ongeveer zal verdrievoudigen in aantal en wij eigenlijk een minderheid zullen worden in eigen land. Het was premier Erdogan die. Stel dat het niet de bayonetten of niet de soldaten zullen zijn die Europa zullen veroveren, maar wel de baarmoeders van hun vrouwen. Dus in, in zo'n cynische geest, in zo'n cynische cyclusfase zijn we vandaag terechtgekomen. En als ik dan leiders als Orban of Salvini zie, die, die echt wel weten dat we hier met een existentieel probleem zitten, die daar ook... Letterlijke muren tegen willen opzetten om die beschaving, die unieke christelijk-humanistische Europese beschaving te redden, om daar uh, bakens tegen te verzetten, dan, uh, dan is dat, als u mijn interessegebied vraagt, uh, zeker en vast een van de belangrijkste. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik kan heel veel anders. Ik zou zeggen, wat niet. Uh, ik denk dat een van de meest fundamentele problemen van de politiek is de totale ongeloofwaardigheid. Hè. Uh, politici hebben een iets lager uh, geloofwaardigheidspatroon dan pooiers ongeveer, dus uh, dat zit niet zo goed. Uh, we scoren ook zelfs minder dan journalisten, dat is misschien zelfs nog uh, erger. Uh, dus een geloofwaardigheidsprobleem is een van de grootste problemen in de politiek. Oorzaak de daarvan is natuurlijk dat men niet doet wat men beloofd heeft. Hè. Uh, als je kijkt naar de verkiezingsbeloftes uit 2014. Er ging confederalisme komen, er ging een begroting uh, in evenwicht komen, de pensioenleeftijd ging uh, niet verhoogd worden. We hebben vandaag een gat van bijna 9 miljard euro. De pensioenleeftijd is verhoogd. Dus we stellen vast dat die verkiezingsbeloftes nooit worden omgezet uh, in de praktijk. En dat zorgt voor vrevel. Verzuring uh, bij de mensen en ik ben ervan overtuigd dat dat op 26 mei ook zal blijken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ja, ik heb gekozen voor het boek van Paul Scheffer. Uh, het is een boek dat begin jaren 2000 uh, is geschreven en dat me eigenlijk onwaarschijnlijk geïnspireerd heeft. Uh, Paul Scheffer is een Nederlandse professor sociologie, Europese studies. En hij is eigenlijk de eerste academicus die gedurfd heeft om eigenlijk de combinatie tussen enerzijds immigratie en anderzijds sociale zekerheid als een probleem te gaan stellen. Het was hij die stelde dat je geen open of ruimhartige sociale uitkeringen kan gunnen aan mensen die daar nooit iets toe hebben bijgedragen. Dat dat eigenlijk zorgt voor een implosie van heel uw sociaal zekerheidsmodel. En het heeft mij onwaarschijnlijk Geïnspireerd, naar hem zijn er ook vele gevolgd. Uh, vandaag heb je Markel Gardus die uh, dergelijke taal durft te spreken. Maar je moet weten, iemand als Markel Gardus uh, sprak in de jaren negentig heel andere taal en geloofde wel nog. Uh, in de multiculturele samenleving. Vandaag noemt hij dat het multiculturele drama. Dus ik denk dat Scheffer daar iemand is geweest die een domino heeft laten vallen waar er vele acht achter zijn gekomen. Vandaag uh, is Scheffer ook uh, iemand die advies geeft aan Forum voor de Democratie van Thierry Baudet. Dus je ziet dat die man eigenlijk niet vast is gerust geweest in zijn eigen grote gelijk, maar zichzelf heeft durven overstijgen en eigenlijk uh, de waarheid tot zijn recht heeft uh, laten komen.